Peter, kun jij me even het databoek geven? Ja. Thank you.
Nou, dat moet er goed zijn. Sein soll. Die sind ja alle zueinander geschaltet. Wenn ich da sage, ich habe nur den 10 Nano 1%, die anderen nicht, dann hat es keinen Zweck. Und zum Beispiel eine Spule von 1 Henry, 1% oder besser, das sieht ganz schlecht aus. Ja, okay, das hat man mit den Modem gemacht, aber ich möchte nicht an von der Spule machen. Elektuur, goedemorgen.
gut. Zijn er problemen te voorzien als wij van drukkerij zouden veranderen? Dat is denk ik meer aan de grafische kant. Voor mij zijn geen problemen te verwachten als je goede kwaliteit hebt. Met enige voorbereidingstijd. Niet dat je het vandaag hoort en dat we volgende week veranderen. Maar dat je een paar maanden aanlooptijd hebt. Nou, voor mij is het natuurlijk nooit een probleem waar een grafische afdeling spul naartoe stuurt als de kwaliteit uiteindelijk maar goed is. Dus redactioneel zijn er geen problemen met een andere drukker te verwachten. Details kunnen we altijd wel bekijken van extra mogelijkheden of beperkte mogelijkheden. Dat is zo ingevuld. Ja. Kan er een sluitingsdata? Een sluitingsdata, ja. Kan iets aan schuiven of iets dergelijks, maar dat zijn details. Ja, maar nog één ding, Paul. Ja. De stevigheid van het papier is niet zodanig veranderd dat iets kan uitmaken op de zogenaamde langdurige gebruikssituatie. Daar geloof ik niet in. Ik geloof wel in een kwaliteitspapier. Dan heb je hem bijzonder onhandig vastgehaald. Ja, maar ik doe het al jaren. Ja, maar sorry. Ik blaad er al vaker in. Daarom, ik heb ook vaak gezegd, naar mijn idee zitten we onder het minimum geschoten. Ik vind het alleen leuk dat je inderdaad meer en meer medestanders krijgt die ook kennelijk vinden dat we nu echt onder de grens zijn. Dus ik denk van zo, we staan niet alleen. Maar als ik heel eerlijk ben, moet ik het ook wel een beetje beamen. Ik denk dat dat ook een beetje past bij wat ik maar even noem, het rollenspel. Dan ben jij dan de hoofdredacteur. Dat jij dan wat eerder dan iemand van een andere discipline zal zeggen. Nou, oké, laat me dan wat over prijs vragen. Ja, nou ja, goed, dat is natuurlijk een stuk filosofie op zich, waar het om gaat. Tot de meest extreme toegang. Als ik dat buiten beschouwing laat. Wat betreft het papier zelf, is de minimumgrens.